We zijn de crowdfunding gestart omdat we helemaal, ja, eerlijk gezegd, gek worden van de inrichting. Het kan niet meer. We kunnen onze kont niet keren hier. Het is te klein. Het is onhandig ingericht. We krijgen steeds meer scholen als klant. En dat betekent veel dozen met boeken. En het past niet meer. De kasten vallen bijna uit elkaar. Het is niet meer van deze tijd. De kinderboekwinkel is 40 jaar geleden geopend. En toen is het ingericht en daarna is het niet meer veranderd. Ik heb, toen ik de eigenaar werd, wel een nieuwe vloer erin gelegd, omdat dat was een hele vieze vloerbedekking. Ik heb wat kasten weggehaald, maar het is nooit opnieuw ingericht. Bij de crowdfunding is een groot geldbedrag binnengekomen en dat kwam vanuit een bedrijf. Lundia is een heel groot kastenmerk en die wil mij sponsoren. Het streefbedrag is erg hoog, maar het einde is in zicht. 65.000 euro, ik durf het bijna niet te zeggen. En hoeveel hebben jullie nu opgehaald? 43.000, zoiets. 65.000 is heel veel. Maar ja, we twijfelden heel lang. Wat gaan we doen? Alles of niks hebben we uiteindelijk besloten. Dus we doen alles. 65.000, dan kunnen we alles doen wat we willen. En ja, daar gaan we voor. We moeten 80% hebben. Dat is 52.000 euro. En dan krijg ik het pas. Anders krijg ik het niet. En dat voelt wel fijn, eerlijk gezegd. Dat mensen gewoon hun geld terugkrijgen als het niet lukt. Als het streefbedrag wordt gehaald, weet Ingeborg al wel wat ze ermee wil gaan doen. Een heleboel. Als eerste moet de sta in de weg weg. Ik vind de trap echt een doorn in mijn oog. Die gaat weg. Die gaat of aan die kant of aan die kant langs de wand omhoog. Met kasten erachter langs. Er gaat achter, komt een glazen pui. De balie gaat weg. Die komt aan de andere kant. Dat we meer ruimte hebben om er omheen te lopen. Boven wordt vergroot. De vloeroppervlak. Er komen heel veel verrijdbare kasten. Ja, het wordt heel tof. Heel veel gaan we doen. Voor de mensen die doneren, zijn er ook tegenprestaties bedacht? Ja, je kunt kiezen op Voor de Kunst of je een tegenprestatie wil of niet. Ik heb heel veel hele leuke tegenprestaties verzonnen. Je kunt een verrassingsboek krijgen, maar je kunt ook een schrijver op bezoek krijgen. Je kunt zelfs een hele bekende, Jaap Robbe, een schrijver thuis krijgen. Je mag een nachtje logeren in de nieuwe winkel. Van alles en nog wat. Doneren kan? Tot 1 november. Dat is nog maar 9 dagen.